drie kaarten met een mooie rode rug. Wat staat er op die kaarten? Dat is de vraag. Let op. We hebben een aantal drankjes. We hebben hier citroensap. Laten we zien, de citroensap. We hebben frambozensap is het eigenlijk, zeg maar. En we hebben een soort blauwe bessensap. Lijkt wel bijna cola, maar dat zou je niet in zo'n glaasje stoppen. Nou, als je die drankjes bij elkaar pakt en je draait twee van die drankjes om. Stel, we pakken de achterop blauwe bessensap, die draaien om, zo. Mm-hmm. En we draaien de voorste draaien ook om, de citroensap, zeg maar. Dan kun je iets heel raars doen. Nou, laat ik het zo zeggen, er gebeuren altijd rare dingen als je dat doet. Ik zal laten zien wat ik bedoel. Want als je namelijk je citroensap weer terugdraait, blijkt die op de een of andere manier helemaal leeggedronken te zijn. Dat is op zich natuurlijk heel vreemd, dat kan ik eigenlijk niet. Lijkt me ook even opzij. De frambozensap, die is er nog wel, maar ook daar is iets geks mee. En als je zo dit doet, dan zie je dat die ook weg is. Zie je, heb je ook geen frambozensap meer. De vraag is, wie drinkt dat allemaal? Nou, dat kan ik je ook laten zien. Dat is deze kleine man.